Praten met Erik van Ommeren van Gardner over uh, artificial intelligence in de, in de financiële dienstverlening. Dat is best wel spannend, of niet? Uh, dat klinkt heel spannend, ja. Is het ook wat? <laughs> nou, de, de belofte is heel groot. En dat is denk ik waar mensen de energie uit krijgen. Is dat als je... Artificial intelligence als, als term noemt, dan, uh, ja, dan gaat het brein open. En dan gaan we allerlei mooie dingen bedenken. Met uh, mooie ervaringen en mooie nieuwe diensten. En heel weinig risico. En dat dingen geautomatiseerd kunnen die nu handmatig moeten. En dat alles veilig is. En dus eigenlijk, ja, de sky is the limit, denken we dan. Hebben jullie er onderzoek naar gedaan? Ja, Gartner doet continu onderzoek naar nieuwe technologieën en uh, emerging technologies. Um, en artificial intelligence als groep van technologieën is daar ook onderdeel van. Dus we kijken naar wat er uit de technologie gebeurt en ook hoe de toepassing daarvan verloopt. En wat is jullie visie erop? Welk stadium uh, zit het in jullie lifecycle? Ja, je ziet dat... Nou, artificial intelligence is niet één ding. Het zijn heel veel losse componenten van uh, tekstherkenning tot videoherkenning, tot zelflerende systemen, tot um, nou ja, zelfsturende apparaten. Um, en die gaan allemaal op een ander tempo, maar als je al die technologieën op een cycle plot, dan zit er heel veel nog echt aan het begin. Dus da daar is nog vooral de hype en nog niet de realiteit. En dat uh, de technologieën die nu realiteit worden, ja, die vinden we dan ook ineens niet meer zo spannend. Zeggen we maar, ja, oké, okay, dat, dat kennen we nou wel. Dat is bijvoorbeeld uh, basic machine learning. Uh, is denk ik al wat volwassener? Nou, basic machine learning is nog niet, ja, de, wat onder, maar als je echt ja, een simpel voorspelmodel. Een simpel voorspelmodel, um, dat is dus gewoon een, een patroon herkennen in data, dat is inmiddels betrouwbaar. Maar dat, ja, dan zeggen mensen, ja, dat deed ik al een tijdje. Maar wat kan ik daar nou mee? Terwijl als je natuurlijk terug zou gaan in de tijd. En ik zou je zeggen dat we um, nu automatisch tekst kunnen vertalen van de ene taal in en de andere. En dat het nou, redelijk inzichtelijk is van wat er dan in zo'n tekst staat. Ja, 10, 20 jaar geleden dan zeggen we, nou, dat gaat in mijn lifetime niet meer gebeuren. Want dat is, je moet de context kennen en het is zo ingewikkeld. En nu kunnen we dat zeggen, we ja, dat is niet meer zo spannend. Dus met AI AI is ook wel een thema waarbij we steeds de lat verleggen. Dat als we het eenmaal kunnen, dan zeggen we ja, maar dat is geen, dat is eigenlijk geen echte artificial intelligence. Dat is gewoon patroonherkenning. En dan, ja, ja, maar dit is dit Hij doet wel alsof hij sentiment heeft, maar hij heeft geen echt gevoel. En dan, Vandaar is het ook zo'n mythe toch? Omdat we er eigenlijk zelf een beetje een mythe van maken. Nou, er is een de hele tijd is er heel veel hoop geweest. En toen is er een winter geweest waarvan, waarvan mensen het een soort van opgave zeiden van ja. Dat is science fiction, dus dat komt niet. Maar toen zijn de wetenschappers zijn door blijven zoeken en de practitioners zijn door blijven experimenteren. En toen kwam er een soort hernieuwde uh, bloei van: hé, hey, we hebben nu veel data en veel uh, computer power. Nu kunnen we al die mooie ideeën van het verleden in praktijk brengen. En daarom is er nu een nieuwe bloei aan het komen, waarbij er heel veel nieuwe toepassingsgebieden zijn. En daar in de schaduw daarvan komen er ook weer nieuwe ontwikkelingen van wat kunnen we daar dan mee? Kunnen we daar iets? En dan zie je dat er nieuwe thema's naar boven komen. dat Als je het gaat doen blijkt. Ja, maar wat about een bias? Wat about een voorkeuren in data is dat wel nuttig en is dat wel gewenst? Ja, dus dan krijg je er een mening over of je dat wel wil, of je het wel wil gaan doen of niet. Ja, dus als je in de jaren 60, 70 naar AI keek, dan hadden ze het vooral over: uh, wat kan het? En nu gaan we het voor het echt doen. En dan gaan we zien: wacht eens even, dit is eigenlijk best een complex ding met allerlei haken en ogen, die ook um, iets betekenen dat als je mensen um, afkeurt voor een product, voor een lening of voor een verzekering. Um, dan heeft dat menselijke impact en als je dat systematisch gaat doen op basis van iets wat historisch zo gebeurde, dan kan blijken dat je het historisch misschien op verkeerde gronden hebt gedaan en dat dat systeem dat nu heel blij gewoon tot een eindigheid der tijden blijft doen en als je dan in een slechte wijk woont, uh, ja, dan heb je mooi pech dan krijg je gewoon een extra dure autoverzekering en uh, geen hypotheek. Nou, dat is natuurlijk jammer als je daar als financiële instelling dan achter wil staan. Dus dan wordt het ineens een ethisch uh, probleem. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de ING, die met big data slecht in het nieuws kwam. En eigenlijk nu gewoon uh, hetzelfde doet en dan wel in de bankieren app voorspelt wanneer je een bepaalde betaling krijgt. Dat is ook een vorm van voorspellen, denk ik. Hoe zie je dat? Waar, waar ga, in die context? Ja, dus de ethiek, de, de, de daar zitten twee dimensies aan. De ene is, in data zitten soms patronen en voorkeuren die niet gewenst zijn. Dus dat is de ethische vraag van hoe ga ik zorgen dat dat systeem, wat zelflerend is en dus veranderlijk is, um, de goede dingen blijft doen. Waar ik ook achter sta, van dit vind ik ook principieel juist. Um, en dan heb je de um, uh, het, het, um, appearance, dus hoe het, hoe het lijkt. Want als ik je zeg van ik ga iets met jouw data doen. Ja, dan kan dat enorm verkeerd overkomen. En dat is dan niet zozeer ethiek als wel um, de perceptie van uh, AI. En uh, zodra iemand zegt ik ga iets met jouw data doen, ja, mensen zijn niet heel erg privacybewust, maar dat klinkt nog steeds heel erg verkeerd. Dus als Facebook zegt, uh, ja, we hebben nu je data en we gaan samenwerken met uh, jouw favoriete retailer. Uh, ja, dan kun je erop rekenen dat, dat dat ontploft in de media. Want dan zeggen we, ja, uh, is dat wel de bedoeling? En ja, misschien is dat wel de bedoeling als het maar met open vizier gebeurt. En ik daar als consument aan het stuur zit, dan komt daar misschien wel een hele goede deal uit. Als ik vrijwillig mijn pakketje data aan mijn retailer kan geven, dan krijg ik misschien wel hele goede Black Friday aanbiedingen. Nou, dat is natuurlijk leuk, zolang ik aan het stuur zit. Maar dat gevoel van uh, wie zit er eigenlijk aan het sturen en wie bepaalt dat, dat zorgt dan voor die media ophef. En Jullie zijn goed in het voorspellen van die lifecycles over het algemeen. Hè? Welke van die onderdelen van technologie zeg jij, hè, van onderdelen van de AI zie jij komende jaar, twee jaar nu echt uh, nuttig worden? Nou, je ziet dingen als uh, auto machine learning, uh, dus een, een machine learning die je eigenlijk zonder al te veel werk kan inleren. Nou, dat is nu top van de hype. Dus dan kun je erkenden dat dat de komende jaren komt er een moment van bezinning. En we zeggen, ja. Het kan eigenlijk niet alles wat we ervan verwachten. Dan zijn we even teleurgesteld. Maar daarna gaat het vrij snel toch naar betrouwbare technologie. En dan wordt het ook een heel waardevol ding om in allerlei dingen in te bouwen. dan zeg je van nou, oké, okay, ik heb je data, laten we maar eens kijken wat erin zit. En dat is natuurlijk heel waardevol, want dan kun je gewoon voor optimalisatie al heel leid, allerlei dingen gaan doen. Want als je natuurlijk naar markten kijkt en naar logistiek en naar uh, de, het bedelen van de bandbreedte en dat soort dingen. Ja, hoe meer je kan voorspellen, hoe efficiënter je het kan regelen. En dat levert dan weer kostenvoordeel op, wat ik dan weer kan vertalen naar een voordeel voor de klant of naar innovatie of vernieuwing. En speech-to-text, dat vind ik altijd wel een interessante technologie, die ik wel ja, in mijn hoofd nuttig is of zo. Ja. Waar zit die? Ja, dat is inmiddels betrouwbare technologie. Dus dat is, gewo dat is er gewoon. En uh, uh, dat gaat zelfs zover dat. Uh, er zijn natuurlijk al hele mooie demos geweest waarbij je uh, een spraak hebt naar tekst wordt omgezet, automatisch wordt vertaald en weer spraak wordt gesynthetiseerd in hetzelfde accent, min of meer real time. Dus dan zouden we um, een tekstje als dit gewoon live kunnen vertalen in het Chinees. Um, nou, dat is natuurlijk, uh, de, nou, ik zei science fiction come true. Um, dus dat soort technologieën zijn wel uh, redelijk betrouwbaar en daarmee ook, ja, voor het grote publiek zijn mensen niet meer zo'n indruk. Dus als ik een Siri uh, tegen Siri praat, mensen vinden het heel logisch dat 70, 80 procent van de tijd die goed zit en nu zeggen ze, ja, maar soms hoort hij het nog niet goed. Ja, misschien als je met je collega praat, verstaat hij je ook misschien maar 80, 90 procent van de tijd. Een andere keer zegt hij, hè, wat zeg je? Dus misschien is dat gewoon uh, ja, hoe het is. En uh, zie je ook dus uh, daar echte voorbeelden van die nu in de praktijk zijn? Ja, dus nou ja, met uh, speech-to-text, um, daar zie je al die smart assistants... Um, die maken er heel veel gebruik van. Je kan tegen je auto praten, je kan tegen je telefoon praten, je kan tegen je horloge praten. Maar waarom zou je daar stoppen? Je kan gewoon tegen elk apparaat praten als dat de meest nuttige interface is die op dat moment uh, beschikbaar is. Nou, en dat zijn we nu als samenleving een beetje aan het ontdekken. Want misschien willen we niet met alles praten. Misschien is een knopje voor de lift. Um, eigenlijk wel goed. Um, ja. Misschien hoef ik niet uh, tegen de lift te praten. Of tegen... Ja, want je hebt het dan nu over Google, Amazon, uh, Apple. Maar buiten die drie bedrijven, hè, en je hebt het specifiek over financial services bijvoorbeeld. Zie je daar ook al echte voorbeelden daarvan? Nou, wat interessant is dat in, de, in, in de eerste instantie gingen al die financiële instellingen zelf iets bouwen. En die zeiden ja, we moeten zelf dat doen. En nu zeggen ze ja, maar die, die capaciteiten in die cloud die zijn zo bruikbaar. Die ga ik gewoon gebruiken en daar zit gewoon een engine achter en dan ga ik gewoon daar de inhoud in stoppen en de scripts aan toevoegen en dan maak ik gebruik van die AI-capaciteit om mijn eigen proces in te richten en daar is wel interessant dus bijvoorbeeld de Google Cloud services die speech to text gewoon als service aanbiedt dat soort dingen bedoel je ja dus dan is het het componentje de speech naar tekst vertalen dat is dan niet meer het spannende dat is een technologie maar wat je er dan mee doet wordt natuurlijk interessant en als je naar financial services kijkt um, Heel veel heeft te maken met dat geven van vertrouwen... en het zoeken van die klantintimiteit... en het leveren van een beleving waarvan de klant denkt... wauw, ik heb een personal banker, maar dat dan op schaal. Nou, en nu, als je je bank belt, dan krijg je een medewerker aan de lijn. Die heeft je nog nooit gesproken, die kent jou niet... die heeft een schermpje voor zich... en dan moet hij snel gaan zitten proberen op te zoeken... wat voor soort klant je bent en hoe blij je bent... en wat er is voorgevallen en dat soort dingen. Nou, als stel dat je elk jaar is er een ding... En elk jaar bel je met de klantenservice, want er gaat elk jaar iets mis. Op het moment dat jij je vakantie gaat boeken in een of ander land. Elk jaar. En elk jaar bel je, die medewerker die weet dat niet. Dus elke zomer moet je weer door het hele verhaal uitleggen wat er aan de hand is. Nou, met een AI zou je kunnen zeggen: Wacht eens even. Ik heb hier een systeem dat begrijpt in één oogopslag wie jij bent en wat er gebeurt. En op het moment dat je zegt: van: Ik probeer er geld over te maken naar dit vreemde land. Dan zegt die AI: Dat herinner ik mij van vorig jaar nog. Ja, vorig jaar hebben we het zo opgelost. Zullen we het er weer zo doen? Yes. Nou, en dat is wanneer AI verschuift van een technisch componentje, naar speech naar tekst omzetten, naar een echte waardevolle oplossing. Waarbij ik als klant ga denken: kijk, dit levert mij iets op, hier heb ik iets op, waar wordt mijn leven beter van. En dat is natuurlijk waar de financiële sector heel erg naar op zoek is: van hoe kan ik die technologie niet alleen gebruiken om efficiëntie en het leveren van wat ik al doe, maar hoe ga ik daar iets. Mee doen waarvan mijn klant zegt. Wauw, daarom blijf ik bij jou en ga ik niet naar de concurrent. Of zelfs, daarom kom ik naar jou toe. Um, en dat is waar we nu met z'n allen naar op zoek zijn. Leuk. Uh, heb je nog een laatste tip voor mensen die met uh, bedrijven die met AI willen beginnen? Uh, ja, dat is wel interessant als je met AI gaat beginnen. Um, Doe even de mindcheck van uh, wat als het uh, ten goede wordt gebruikt, maar wat ook als het ten slechte wordt gebruikt. Dus, uh, denk ja, dus toch dat ethische eerst even. Denk vast aan de toekomst, uh, hou vast rekening met wat er ook zou kunnen gebeuren en probeer het dan zo te regelen dat je vooral op het goede kan uitkomen en niet zozeer op het slechte. Leuk, dankjewel.